Het is vandaag vrijdag 25 maart en het is Nationale Pannenkoekendag. We vieren dit jaar voor de vijfde keer. Een mooi moment om de mensen in Haarlem even te ondervragen wat zij gaan doen op deze speciale dag. Het is feest, we gaan bakken. Wist u dat het vandaag Nationale Pannenkoekendag was? Nee, dat wist ik niet. Oh, dat nou, klinkt wel gezellig. Ik was best een stukje pannenkoek. Zit dus niet zo te mixen. Begin pas lang alvast maar te mixen. Een klontje boter. Pannenkoek. Pannenkoek met kaas. Mensen, het is vandaag Nationale Pannenkoekendag. Dan ga je toch geen haring eten? Pannenkoekje? Pannenkoekje? Oma moet een pannenkoekje. Oma pannenkoekje. Nou, dat zou mag al. Pannenkoek. Zelfs de duiven die genieten van Nationale Pannenkoekendag. Lekker hè, duifjes? Nou, we hebben de mensen in Haarlem hebben we ontvraagd. Maar de meesten die weten niet echt van Pannenkoekendag af. Maar we hebben het nu een beetje onder de aandacht gebracht. En we hopen dat het volgend jaar één groot spetterend feest is. Nou, ik geniet nog even van de pannenkoeken.